Meister Eckhart, overigens, was een monnik, een Dominicaan, middeleeuwen, 1260 geboren, 1327 gestorven. Hij was vooral een mysticus. Iemand die een buitengewone mysticus, die naar mijn mening heel goed wist wie hij zelf was. En daar gaat het eigenlijk bij iedereen om te leren. Iedereen wil graag weten: wie ben ik? Waar kom ik vandaan? Wat is de zin van dit? Meester Eckhart wist dat en kon het op een buitengewoon mooie manier uitleggen. Hij moest alleen heel erg oppassen dat hij voor zijn weten, zijn absolute kennis, waar hij zelf van overtuigd was, niet door de kerk werd achtervolgd. Hè? En buitengewoon gevaarlijk. Daarom moest hij in een soort geheimtaal spreken. En dat wist hij op een meesterlijke wijze te doen. Om Meester Eckhart echt te begrijpen, heb ik drie dingen. Dat wat wij eigenlijk zijn, een samenstel van drie verschillende aspecten. Dat wat wij als mens zijn, als je dat als achtergrond neemt, dan is Meester Eckhart beter te begrijpen, denk ik. Maar het is een poging. Ik begin met een stukje tekst. Waarin staat: wij vieren hier in de tijd dat de eeuwige geboorte, namelijk het gebaard hebben en zonder onderbreking in eeuwigheid baren van God, dat diezelfde geboorte nu is gebeurd in de tijd in menselijke natuur. Augustinus zegt: deze geboorte gebeurt aldoor. Maar als die niet in mij gebeurt, wat helpt me dat dan? Maar dat ze in mij gebeurt, daar hangt alles van af. Ja, het begrip eeuwige geboorte, het baren en zonder onderbreking in eeuwigheid baren van God. Al deze begrippen, ja, dat is bijzonder moeilijk een vinger achter te krijgen. Het denken van, of het weten van Meester Eckhart, wat exact hetzelfde is als het weten van Jezus, als het weten van de Boeddha, als het weten van Krishna, als het weten van alle grote mystici, bestaat uit het ten diepste voelen en ook zelf zijn, ervaren van drie dingen. Dat is ten eerste Godhead, oftewel Godheid. Het absolute niets. Het absolute niets waarin helemaal niets te vinden is. De eigen persoon wordt daar niet teruggevonden. Er is niets. Dat is dat wat was voor God. Nou, dan heb je ten tweede God.
God is degene van waaruit alles ontstaat, van waaruit alles groeit, van waaruit alles is. En deze God is dus iets wat een proces, een verandering, een maatschappij, een kosmos doet zijn, doet leven, doet veranderen. Daarmee wordt God bedoeld. En dan heb je de mens. Dat is daadwerkelijk het wezen wat waarin die bewegingen van God mogelijk worden. Hè, die, dat wat uiteindelijk God als middel gebruikt om zichzelf te leren kennen. De mens evalueert, de mens ontdekt, maar ook alles wat verder aanwezig is in de kosmos, niet alleen de mens, is daarmee bezig. Deze drie dingen, Godheid, God en de mens, dat zijn de drie uitings, de drie de drie vormen waarin de mens, waarin de Godheid en waarin God kan verkeren. Binnenin jezelf, binnenin je zijn. Op het moment dat er een actie plaatsvindt, een verandering of een beweging, een gedachte, als die gedachte vanuit de stilte komt, vanuit Godheid, hè, de Godheid, dan op het moment dat je dat zelf realiseert, dan ben je gerealiseerd. Wanneer je dat echt voelt, van nu functioneer ik vanuit die absolute stilte. En je ziet jezelf niet in die stilte, maar je voelt dat je dat zelf bent, die stilte. En dan ontstaan de gedachten en dan ontstaat beweging. En dan op het moment dat je dat voelt, dat je dat ook zelf bent, dan heb je in jezelf gerealiseerd, hè, die eenheid. Hè. En die drie aspecten zijn door de mens, voor de mens bereikbaar. En op het moment dat je dat beseft, en liefst 24 uur per dag en 7 dagen in de week, hè, als je dan nog in tijd gelooft, dan heb je die eenheid. Wat Meister Eckhart in een van zijn preken, Meister Eckhart probeert steeds deze begrippen voor het voetlicht te brengen, door allerlei vergelijkingen. Eén daarvan is, de vergelijking van de deuren en de deurscharnier. Hè? De scharnier of de scharnierpen, dat is datgene wat statisch is en waar die deur omheen draait. Hè?
En in die vergelijking kun je de pen van de scharnier zien als Godhead. Hè? Dat wat staat is, dat wat stil, dat wat bewegingloos is. Dus het was een prachtige vergelijking van de scharnier en de deur. Wij zijn dat zelf, alles in één. En op het moment dat we dat beseffen, is het naar mijn mening heel makkelijk geworden om, om Eckhart ook te begrijpen. Wij vieren hier in de tijd dat de eeuwige geboorte, namelijk het gebaard hebben en zonder onderbreking in eeuwigheid baren van God, dat diezelfde geboorte nu is gebeurd in de tijd in menselijke natuur. Augustinus zegt, deze geboorte gebeurt aldoor, maar als die niet in mij gebeurt, wat helpt me dat dan? Maar dat ze in mij gebeurt, daar hangt alles vanaf. Het gebaard hebben en zonder onderbreking in eeuwigheid baren van God betekent dat de kennis van het hebben van een contact wat wij allemaal hebben, maar het ook daadwerkelijk weten en onderkennen en leren, dat wij dat contact met God, met consciousness, allemaal hebben. Hè? Maar degene die het nog niet beseft, die geniet daar niet van, om het maar even op zijn makkelijk te zeggen, op zijn Jan Boerenfluitjes. Degene die dat wel weet, ja, die wordt er straalgelukkig van. Op het moment dat je onderkent, dat je daar een contact mee hebt. Met datgene wat alles weet. Alles vanaf het begin, vanaf het ontstaan. Dat je dat zelf eigenlijk bent. Hè? En dat het contact steeds maar groeit. En steeds maar, dat blijft eeuwig doorgaan. Wij kunnen gewoon meedrijven op de stroom van dat weten en dat voelen, en dat is het allermooiste wat er is. Dan komen allerlei beslissingen en allerlei problemen in het leven, die worden ontdaan van hun lading, hun lading van menselijk denken, die gewoon er absoluut voor zorgt dat het alleen maar lastig is. Alleen maar wanneer je vanuit onwetendheid eigenlijk, je denkt dat je het snapt, je studeert erop. En op zich is dat niet verkeerd. Alleen wanneer je maar weet dat de uiteindelijke beslissing op een manier gebeurt die toch maar veel meer in zich heeft doordat dat alwetende van consciousness er invloed op heeft of kan hebben in ieder geval. Ja. Nog even kijken of ik nog... Ja. Het mens zijn heeft dus drie dimensies. 1. Zijn wie hij in werkelijkheid is. Godhead. Weten wie hij in werkelijkheid is. God. Eraan werken om te weten wie hij in werkelijkheid is. Dat is de mens. De een is statisch,
is, maar ziet zichzelf daar niet als mens, maar in die dimensie, ik noem het wel eens de vierde dimensie, alles wat ontstaat, kan eigenlijk alleen maar ontstaan wanneer er ruimte voor is. Hè? En met ruimte bedoel ik, waar lucht is, kan niet iets anders zijn. Waar, noem maar op, waar water is, kan niet wat anders zijn. Als jij in het water springt, dan gaat het water opzij. Prima. Hè? Maar iets wat ontstaat, kan dus eigenlijk alleen maar vanuit in het niets ontstaan. Hè? En dat, dat weten geeft het gevoel van, ja, nou, waar kom ik dan vandaan? Ergens van waar God nog niet was. Dus voor God. En voor de mens uiteraard dan ook. Dat is het even. En dat is eigenlijk heel heilige taal natuurlijk. Hè? Ik vertel het er maar zo eventjes. Ik gooi het maar zo eventjes hier op tafel. Maar het is natuurlijk wel iets waar je, als je dat beseft, dat je dat bent. Als je dat gewoon steeds ook jezelf realiseert. Ja, dan word je daar ongelooflijk stil van. Vol eerbied voor de almacht van wat dit betekent. Hè? Dan word je daar heel erg stil van. En als je ziet welke mogelijkheden je dat biedt, dan word je ongelooflijk gelukkig. En dan weet je dat je rijk bent. Rijker dan, ja. Hè? Daar kunnen wij ons de wereldse begrippen helemaal geen voorstelling van maken. Dus, ja, ik wou hier besluiten. En ik hoop dat wanneer die begrippen erachter geprojecteerd worden steeds, dat er dan toch iets meer inzicht kan ontstaan in Meister Eckhart, maar ook wanneer je Course in Miracles, een cursus in wonderen, leest, heb je dat ook nodig om dat boek te begrijpen.